En ze doet het goed. Ja. Oh, ga ik daar zitten? Vind je dat oké? Of moet ik even wachten? Op visite in Hoofddorp bij Monique Steenvoorde. Dankjewel voor je hartelijke ontvangst met de lekkere soesjes, stroopwafels en heerlijke koffie. Je hebt bij mij al meteen 3 streepjes voor. Als zoete kou. Ja. Monique, je hebt een aantal boeken uitgebracht. Ja. Kun je ons vertellen waar die boeken over gaan? Ja, het eerste boek is het Onzichtbare Zien. Dat heb ik geschreven in... Ik ben in 2006 begonnen, na een hele lange zoektocht, maar altijd vermoeid te zijn. En ik dacht van, ja, wat is dit nu? Dus het hele ziekenhuis afgelopen, alle specialisten gehad. En toen uiteindelijk bleek dat ik heel erg sensitief ben. En heel erg opensta voor energie. En mediumiek, dus dat ik ook heel veel dingen gewoon oppik. Dus toen ben ik in 2006, als een soort van therapie, ben ik gaan schrijven. Ik heb daar 6 jaar over gedaan. Over je eerste boek? Ja, 6 jaar. Ja, en dan ga je op zoek naar een uitgever. Ja. Nou, je bent niet bekend. Ik kom uit de zakenwereld. Ik ben manager geweest. Dus ik ben ook geen journalist. Ik ben ook geen schrijfster. Maar ik heb een boodschap. Dus uiteindelijk had ik een uitgever gevonden. En die vond het hartstikke leuk. Alleen, ik moest het een beetje inkorten. Nou, dat heb ik gedaan. Weer ingeleverd. En toen zeiden ze, ja, we zien wel dat het verbeterd is. Maar kan je het nog meer aanpassen? Wow. Nou, dan ging Monique nog een keer. Ja, dat is een half jaar opsluiten. Hè? Dat is gewoon... in een verhaal zitten. En toen leverde ik het weer in bij Anke Hermes. Dus wel een gerenommeerde uitgeverij. Zeker. En toen zeiden ze, ja, wat zou je vinden als je gewoon alles weg doet en helemaal overnieuw begint? Mm. En toen had ik zoiets van, nou, no way, dat ga ik niet doen. Nee. Nou, dat was wel eventjes bloed, zweet en tranen. Want je hebt dus 6 jaar aan een levenswerk geschreven. En toen heb ik het gewoon alle uitgeverijen gestuurd. En toen uiteindelijk hapte er eentje. Ja, en het boek is nog steeds te koop via Bol. Ja, zeker. En het begint nu eigenlijk. Het is nu ruim 5,5 jaar oud. Mm-hmm. En ik merk nu eigenlijk dat er heel veel mensen naar gaan vragen ook. Dus waarschijnlijk heb ik het ook wel heel vroeg geschreven. Te vroeg. Mensen worden ook steeds bewuster. Er worden steeds meer kinderen geboren die heel open staan. Je hebt over lichtwerkers. Je hebt het over indigo kinderen. Dus nieuwe tijdskinderen. Nieuwe tijdskinderen, dankjewel. Dus ik denk dat ik met tijd erg vooruit was qua dit verhaal. Kijk, dit verhaal wat ik geschreven heb, het Onzichtbare Zien, dat zou heel goed passen in Azië. En daar weet je van de spirits. Als je op Bali bent, hè, dan heb je de goede spirits, de minder goede spirits. Maar hier in Europa, en met name Nederland, waar we vrij nuchter zijn, hè, tenminste zo ervaar ik dat, was het best wel een heftig boek. Ja. Want ik ging over mijn proces. Ik zocht een oplossing voor mijn vermoeidheid. En uiteindelijk bleek dus dat ik energieën van overleden mensen ook bij mij droeg. Maar ook van mijn eigen familie. Van mijn eigen opa, van een oom, de oudste broer van mijn vader overleed op zijn 36e. Toen was ik 7. En ik zag hem heel vaak. Alleen ik dacht, ziet iedereen hem? Maar dat was dus niet zo. Dus daar ben ik ook voor in therapie geweest om daarmee om te gaan. En ik ben wel aardig open geweest in mijn boek. Ik liet wel heel veel zien. Hmm. En uiteindelijk had ik zoiets van, ja, als ik hier 1 ziel mee kan blij maken, die niet een zoektocht hoeft te doen van, nou, ik ben in 89, ben ik echt omgevallen qua vermoeidheid. En in 2006 vond ik dus de oplossing. Dus reken me uit, van 89 naar 2006, ik ben het even kwijt, 17 jaar. En je hebt het over een oplossing, dus er is iets aan te doen. Een soort van oplossing. Hè? Kijk, want mijn therapeut zei ook al van, die gevoeligheid die blijft, dat is ook oké, maar je kan er wel mee omgaan. Hmm. Dus ik heb het gepubliceerd in 2012 en ik vond het geweldig. Ik had echt zoiets van, wow, daarna kwam meteen Paravisie op mijn pad. Dus ik stond in het kerstnummer, dus dat was echt superleuk. En de verkopen liepen redelijk en daarna stortte het een beetje in. En nu begint het weer heel langzaam op te komen. Ook in België. Ja. Dus, en wat denk je wat de mensen zo aanspreekt dan? Wat herkennen ze in jouw verhaal en in jouw boeken? Als de mensen mij bellen, Patrick, is het dus heel vaak van... Oh, aha. Ik ben niet de enige. Aha. Zo'n aha-erlevenis, weet je wel. Ik ben ook van het kastje naar de muur gestuurd. Van gynaecoloog naar psychiater. Van gastroenteroloog. Maar ik zocht het holisme. Mm-hmm. Weet je, bij die was ik een darm. Bij de gastroenteroloog. Ja. Bij de gynaecoloog was ik een baarmoeder. Bij de psychiater. Ja, ik was niet gekker dan mijn buurvrouw. Ja. Dus het was nooit iemand die een holisme, die naar Monique keek als totaal. Ja. Dus als ik zei, ik ben moe, maar ik ben niet moe zoals je moe bent. Dan was het, ja, oké, maar je bloed is goed.
Ja, B12 kan je erin doen, vitamine D3. Nou, je kent ze allemaal wel, dat soort dingen, mensen een beetje op te krikken. Dus ik had zoiets van, als mensen mij bellen, is het altijd zo van, ja, gewoon een aha, er vallen heel veel kwartjes. Alleen, dan moeten ze nou aan het werk. Ja. Ik moest er nou ook aan het werk. Want hoe kon ik zorgen dat mijn energie van mij bleef? Dus dat ik niet van jou ga overnemen. Dat je op een gegeven moment niet meer weet van, dit is van Patrick, dit is van Monique, dit is van ons allebei. Het doet me denken aan de film in het boek De Celestijnse Belofte. Ja, die is prachtig. Daar wordt ook heel erg ingegaan op. Ja. Dat je hebt een soort energievampieren die jou leeg willen slurpen. Ja. Daar zit met Juno ook over, hè? Ja. Dat vond ik zo mooi wat hij zei. Want ik merkte dus dat ik ging mij beschermen. Ja. Dus ik ging van alles leren en doen. Maar ik merkte op een gegeven moment dat het niet hielp. Dus toen zei iemand ook tegen mij, die had mijn interview in Vrouw gelezen. En die zei van, ja, maar je bent al... Je ontwikkelt je steeds verder ook. Hè? Je bent aan het groeien. Dus op een gegeven moment helpt dat niet meer om het af te schermen. Dan kan je beter dus ook door laten stromen. Of wat Juno zo mooi zei. Ja, ben je transparant of zoiets wat hij zei. En als je ook geen trigger erop hebt, weet je wel. Maar ik wist dat allemaal niet, joh. Overal maar ik liep. Of ik nou in Nieuw-Zeeland zat. Of ik zat in een vliegtuig vol met mensen. Of ik zat in het carré. Als jij gewoon open, gewoon totaal open kanaal bent. Je hebt toch geen idee. Wat je allemaal naar binnen zuigt. Ja. En wat Juno ook zei, vond ik prachtig. Hoe raak je het weer kwijt? Ja. Mensen raken burn-out, van alles. Je krijgt allemaal etiketjes op je hoofd, op je voorhoofd geplakt. Ja. Dus het was voor mij een zoektocht. Een zoektocht. En hoe verklaar je dat er nu zoveel mensen naar voren treden en zeggen, ik ben HSP, ik ben hooggevoelig? Ja, vind ik een hele leuke vraag. Ik denk niet dat ik daar rechtstreeks antwoord op heb. Ik denk dat wel veel meer mensen ermee naar buiten komen. Dat deze wereld ook heel erg aan het veranderen is. Want ook heel veel kinderen... Ik heb een neefje die heel erg open staat. Nou, ik stond dus ook open vroeger. Ja, ik ben nu 53, weet je. Ik weet pas een aantal jaar dat ik dat heb. Ik heb niet een pasklaar antwoord voor, maar het valt mij ook op. Ja. Ik vind het wel een superleuke vraag, maar... Is het dan, soms zeggen mensen wel, ach, dat is weer de volgende hype. 10 jaar geleden had iedereen ADHD. ADHD, nu precies. Nu is iedereen HSP. Maar toch denk ik, ja, maar het is niet voor niks. Dat ben ik volledig met je eens. En weet je wat ik heel vaak jammer vind? Wat jij terecht ook zegt, het ene is ADHD, dus zonder de andere ADD. Ja, ja. Dan heb je nog PDNOS. Dan heb je, mijn familie zit vol met dyslectisch. Of je hebt dyscalcu. Wat ik zo jammer vind, dat... Mensen dan soms een etiket krijgen, waar ik denk van, het heeft ook zoveel moois. Het is ook een gave. Want doordat ik mijn sensitiviteit ook kan toepassen bij mijn cliënten, kan ik veel sneller tot de kern komen. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld, als iemand komt, niet dat ik zit op te scheppen of zo, maar ze komen voor intake. Heel vaak kan ik al heel snel tot de kern komen. En dan moet ze zelf aan de slag. Ik doe niks. Zij doen het zelf. Ja. Maar ik kan wel met ze meelopen. En soms na de intake zegt ze, oké, ik kan wel weer verder. Nou, dat is leuk voor de ander. Niet voor Nee, dankjewel. Niet dat ik zo'n geldwolf ben, of staan we heel goed, maar dat is wel grappig. Dus ik vind al die mensen die al die etiketjes op krijgen, zijn vaak heel creatief. En waarom zo'n etiketje erop? Ja, omdat het buiten de norm valt. Ja, maar wat is normaal? Ja, de brave burger die belasting betaalt en netjes naar zijn werk gaat. Ja, ja, van 9 tot 5, 40 jaar lang. Ja. En misschien helemaal geen zin heeft. Dus ik heb zoiets van, ja, deze maatschappij is natuurlijk heel erg aan het veranderen. Ik heb al het idee, Patrick, dat ik met één been, of we, in de oude wereld staan. Ja. En met een ander been in de nieuwe wereld. En dat het zo'n transitie, zo'n overgangsfase shift. Is. Ja, ja. Shift. Ja. Maar wat ik zo jammer vind, ik heb bijvoorbeeld ADD, dat ze dan Ritalin erin doen, of Concerto. Maar die mensen helemaal afvlakken. Dan denk je, laat die mensen gewoon mens zijn. Ja. Maar ik vind het wel een hele mooie vraag. Ik ga er nog eens verder op doorgaan, want het wel heel tof dat het zo in opkomst is. Ja. Je bent niet voor niks je bedrijf begonnen. Het heet Koru Life Coaching. Waar staat Koru voor? Nou, ik was een aantal jaren geleden met mijn man en dochter in Nieuw-Zeeland. Dat was altijd een droom van ons. En nou, dan gingen we dus in ons campertje. En we kwamen op een gegeven moment in een regenwoud terecht. En daar stond een bloem. Dat is de Koru. Een uitrollend varenblad. Eigenlijk moet ik hem zo tekenen. Wat uitrolt. En dat staat eigenlijk voor nieuw begin... balans, kracht. En in die periode was ik echt heel erg moe. Wij vierden oud en nieuw in Nieuw-Zeeland van 2005 op 2006. Maar ik had wel zoiets van, ja, er is iets mij aan de hand, maar ik kon het nog niet helemaal duiden. Maar ik dacht, dat neem ik mee naar Nederland. Dat Koru teken, dat uitrollende varenblad,
als ik ooit een bedrijf ga starten, dan wil ik dat gewoon. Ik wil mensen ook helpen. Sommigen maken een nieuw begin. Sommige mensen in mijn praktijk komen weer in balans. Maar dat het gewoon uitrolt. Het was wel grappig, want wij kwamen terug in Nederland 2006, in januari. Oud en nieuw daar gevierd. En toen overleed een vriendin van mij. Een paar maanden later. En dat was het begin van mijn ontdekking van mijn gevoeligheid. Ik zat thuis met mijn dochter te lunchen. En opeens voelde ik alsof ik weggezogen werd. Naar een andere energie toe. En ik dacht, oh help. Ik ben vrij aards. Ik heb economie gestudeerd. Ik heb in bedrijfsleven verschillende functies gehad. Dus ik ben niet echt een zwever. Laat ik het maar zo benoemen. Mm-hmm. En ik dacht, oh help, maar dit vind ik eng. Dat ik gewoon een soort van weggezogen word. En mijn dochter zat er met een vriendinnetje. En dat wil je nog heel normaal doen, weet je wel. En zij waren weg. En ik voelde me echt alsof ik een hele andere bewustzijn zat. Maar mijn man was in Parijs voor zijn werk. Dus ik dacht, help, wat ga ik hier doen? Wat ga ik hiermee doen? Want het is best wel... Het was niet zomaar een klein akkefietje. Ik ging zo, woeps, weg. Nou, toen heb ik een vriendin gebeld en die kwam en die heeft mij weer geaard. Dus gewoon voeten goed op de grond, goed ademhalen. Maar daarna kwam dat dus steeds terug, dat gevoel. Toen dacht ik, ja, maar dit... Weet je, de medische wereld kan hier ook niks mee. Ik kan wel weer naar de zoveelste loog gaan. Maar, en toen ben ik dus naar een therapeut in Soest gegaan. En ze deed regressie en reïncarnatie. En toen kwam ik er dus achter dat ik zoveel energie van anderen bij mij droeg. En toen is dat proces begonnen in 2006. En toen heb ik geleerd tot 2008, zo'n beetje. En toen ben ik Coroe gestart. En toen gingen wij verhuizen naar het huis waar jij dus nu met mij zit te praten. En een buurman twee huizen verderop, die ging naar Nieuw-Zeeland. En die wist niet dat ik Coroe Life Coaching ging starten. En hij kwam terug en hij bracht mij een Coroe. Een echt beeldje. Ja. Groen uitrollende vaart. Toen dacht ik, ja weet je, 1 en 1 is meer dan 2. Ja. Dus nu ga ik het zo noemen. En wat voor mensen ontvang jij? Zijn dat mensen met HSP-klachten, met depressie, met burn-out? Wat van alles. Ja? Ik ga je zeggen, zo leuk is dat mijn jongste cliënt 18 is en mijn oudste 82. Oh. En dat is gaaf, hè? Tenminste, dat vind ik leuk om zo'n heel spectrum te hebben. En wat is hun belangrijkste vraag? Heel uiteenlopend. Ik vind het een hele mooie vraag van je. Want ik heb me dat zelf ook afgevraagd. Ben ik een specialist in HSP? Nee. Ik ben het zelf wel, maar zou ik alleen maar HSP-mensen willen treffen? Denk het niet. Gebeurt ook niet. Dus dat meisje van 18 komt bij mij omdat ze gepest wordt. Dus dan gaan we naar kijken van, goh, hoe kunnen we je sterker maken? En wat gebeurt er met je? En de dame van 82, ja, echt uniek vind ik dat. Die wilde dat ik haar dromen ging uitleggen. Ja, weet je, ik ben geen droomexpert. Weet je, ik ben hypnotherapeut, heb ik gestudeerd in Utrecht. Dat is een eclectische opleiding. Over verschillende sporen. Dus ik weet overal een beetje van. Ik weet een beetje NLP. Ik weet een beetje RED. Ik weet een beetje familieopstellingen. Ik weet overal een beetje van. Maar ik ben niet alleen iemand die alleen maar NLP doet of alleen maar RED doet. Dat zou mij ook dat past gewoon niet bij mij. Dus jij zegt, met wat voor vragen komen? Dus ja, van alles. Ik heb ook een alcoholist gehad. Kijk, afkicken kan je niet bij mij. Dan ga je voor naar een kliniek. Maar daarna sta je op straat en dan... Dan begint het eigenlijk pas. Ja. Ik heb mensen geholpen met echtscheidingen. Of om bij elkaar te blijven. Of om uit elkaar te gaan. Dus ze hebben allerlei hulpvragen. Maar naar aanleiding van mijn interview in Vrouw. Wat natuurlijk de 1,2 miljoen mensen. Daar heb ik heel veel vragen natuurlijk over HSP gekregen. Ja. Maar ook hele dramatische verhalen. Ja, wat bijvoorbeeld? Suicidale. Ja. Ja, weet je, dat gaat mij dus echt te ver. Dus dat is gewoon, ga naar je huisarts toe. Ik ben geen arts. Nee. Ik ben therapeut, coach. Maar ze komen natuurlijk wel, het algemene mens komt mee toe voor hulp. Hè? Ja, dat is altijd een hulpvraag. Ja, help me. Help me, ja. Ik word gepest of help me, mijn vrouw is vreemd gegaan. Of help me, ik kan niet van drank afblijven. Of help me, ik ben zo moe. Maar je kan natuurlijk niet iedereen helpen. Nee, nee. En dat wil ik ook niet. En dat zeg je ook dan. Ja. Sorry, ik kan je hier niet mee helpen. Nee. En weet je wat mij belangrijk is? Het moet sowieso klikken tussen de... Weet je, ik ga mij nooit op een verhoging zetten. Voor mij is iedereen gelijk. Ja. Want ik leer ook weer. Het is een soort van uitwisseling. Ja. Twee kanten op. Twee kanten. Ik leer ook. Ik leer elke dag. Ik ben nog lang niet verlicht. Ja. Gaat ook niet gebeuren in het leven, denk ik. Mm-hmm. Dus ik heb zoiets van... Maar een intake is ook altijd van even wennen aan elkaar. Ja. Ja? Ben ik... Vind je mij iets? Op, ja. Want het wordt ook een soort van... Ik moet jou vertrouwen. Als jij mijn therapeut zou zijn. Ja. En dat mag klikken. Als het niet klikt tussen ons, dan gaat die zonde van jouw tijd en geld en energie.
Ik moet ook zeggen, ik had het met mijn man ook over, ik moet je eerlijk zeggen, al die drama verhalen vind ik wel even iets minder op het moment. Ja. En ik kan me ook voorstellen, je hebt 4 van die cliënten op een dag. Ja, maximaal maximaal. En je ligt hier op de bank, ik zou kapot zijn. Ben ik ook. Ja. Ben ik ook. Maar ik laat me op. Ja, je bent al zo gevoelig en dan komen ook allemaal mensen met allemaal zware energie naar je toe. Ja. Ik heb het ook, moet je zeggen, ik ben in 2008 begonnen met Kuru. Dat is volgend jaar 10 jaar geleden. Daarvoor heb ik al 1 jaar of 8 gecoacht. Dus ik doe het nu bijna 18 jaar. En ik sta ook over een soort van kruispunt. Of je dit nog wel wil? Nou, ik wil sowieso mensen begeleiden. Ja. Dat is, maar ik had het met mijn man over. We zijn pas geleden in Vietnam geweest en naar Vlieland geweest. En hij is met sabbatical. Dus wij kunnen binnenkort, als we willen, ook nog een paar maandjes op reis. Wat we ook gaan doen. Van... Ik wil mensen blijven helpen. Dat zit gewoon in mijn ziel. Ja. Dat is gewoon mijn ding. Maar het is ook wel eens leuk, Patrick, om... we zaten samen even te denken laatst van... Stay okay. Waarom moet je altijd... als het al te ver is... Hè? Stel maar, je bent al over de grens heen met drank... of je wordt al te erg gepest. Kijk, pesten kan je misschien niet preventief helpen. Ja, misschien ook wel. Hè, om iemand sterker te maken. Maar mensen komen vaak bij je als het al helemaal mis is. Ja, en jij bent liever een paar stappen eerder. Ja. Dus ik zit een beetje te denken, ja, misschien verklap ik nu iets, maar we zitten heel erg over na te denken van stay okay. Want je gaat ook uit eten, kost ook geld. Mm-hmm. Maar als je nou naar een therapeut gaat, soms wordt het goed, soms niet. Maar je kan het ook in jezelf investeren. Ja. Om ook blij, deze wereld zit al zo vol met verschuivingen. Een Trump, een aanslag in Las Vegas. Er is al zoveel turbulentie. Dan denk ik van joh, om mensen op het pad te houden, dan moet je al best alles heilen bijzetten. Mm-hmm. Heel veel mensen. Financieel, relationeel, qua gezondheid, denk ik van. Maar sommige mensen die voelen, ja, ik weet niet of je op een gegeven moment kan voelen van, goh, ik zit nog voordat ik ga slippen. Dat... Ja, als je heel alert bent. Ja, precies. En wat mij dus heel erg leuk lijkt, ik lees graag interviews in het NRC in het weekend van mensen in de top van bedrijven, die eigenlijk best wel grote ego's hebben. En zijn best wel mensen die ook op een gegeven moment denken, vind ik dit nog leuk? Hm? Maar ze gaan door. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in. Maar durf ze eigenlijk niet uit te spreken. Of je nou bij Heineken in de top zit. Of je zit bij de ING of whatever. Dat vind ik ook een heel interessant segment. Ja. En ja, maar het is wel typisch menselijk. Dat je pas met je fiets naar de fietsenmaker gaat. Ja, als je band lek is. Als de band lek is. Want tevoren ga je niet. Kan je mezelf oppompen of iets. Ja, terwijl er ook mensen zijn. Ik ga bijvoorbeeld volgende week dan met de auto naar Duitsland. Een behoorlijke rit. Ja. Zegt iemand tegen mij. Ga even van tevoren naar de garage. Even een check. Laat hem even. Checken. Ja, dat snap ik. Dat je niet halverwege Duitsland stopt om te staan. En dat is wat jij ook een beetje... Nou, dat voel ik eigenlijk sinds kort, moet ik zeggen. Ik ben, wat ik je zei, een paar maanden geleden in Vietnam geweest. En wij reizen graag. En ondanks mijn hooggevoeligheid, want Vietnam is natuurlijk pittig, hè? Noord-Zuid-Vietnam. Ja, en nog wij steeds? Hebben... Ja. Nou, je voelt dat het natuurlijk van voorouders. Ik wijs achter me van generatie op generatie. Ik ben ook niet in de loopgraven geweest. Ik ben ook niet in allerlei... enge musea geweest van oorlog... met het meisje met het napalm... Nee. dat soort dingen allemaal niet. Maar ik merkte dus hoe authentiek zij daar zijn. Er was meteen een hartsverbinding. Ja. En ik heb zoiets van... een hartsverbinding vind ik sowieso heel belangrijk. Vanaf dat. En hoe ik daar nu op kom, weet ik niet. Maar in dat land ging mijn inspiratie wel heel erg... het ging gewoon open. Weet je, niet in Hanoi of in Saigon. Dat is veel te wild. Maar als je de natuur ingaat... waar we het net voor het gesprek ook over hadden... Hè, je gaat de bergen in of je gaat... een cruise maken over die mooie baaien. Opeens stonden mijn kanalen wel open. En toen dacht ik ook van, joh, wat ik net tegen jou zei. Dat stay okay. Het zit een beetje in de maak. Maar ik weet nog niet welke kant het op gaat. Ja. Maar ik vind dat, ja, je moet ook een beetje hard aan volgen natuurlijk. Ik denk dat ik aan het groeien ben. Hè, zoals vele mensen natuurlijk. Denk van, nou, dat is heel mooi geweest. Ik wil dat niet afsluiten. Maar wil ik het nog 10 jaar lang? Dat weet ik niet. Er zijn genoeg collega's van mij die dat wel. We verwijzen ook heel vaak door naar elkaar. Van, goh, wil jij deze meneer of mevrouw helpen of... Ja. Zo werkt het ook een beetje. Maar stel, ik kom bij jou en ik denk inderdaad van... nou, ik moet dus op mijn tellen gaan passen... want anders zit ik over een half jaar thuis met een burn-out. Ja. Wat zou je me dan adviseren? Nou, sowieso. Ik ben misschien heel simpel hoor daarin... maar ik heb ooit iets geleerd van een hele mooie dame, een lerares. Het is eigenlijk voor mij heel simpel. Ik pak 2 vellen papier. Ik teken op allebei een rondje. Een heel groot rondje. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten, en dat geldt voor mijzelf ook en voor iedereen. Mm-hmm. Het ene rondje papier is heel leuk om te vullen met allemaal plusjes.
Het is allemaal voedende. Wat goed gaat. Ja, of waar je blij van wordt. Oké, ja. Hoe voed jij jezelf? Ja, nou, in mijn geval dit soort interviews doen, wandelen in de natuur, lekker uit eten. Precies. En documentaires kijken. Nou, oké, dan hebben we al een aantal plusjes. Ja. Oké, het andere papier met de grote cirkel, het leven daag je uit. Ja. Hè? Of het nou financieel is, relationeel, gezondheid, noem maar op. Dat zijn heel vaak minnetjes. Kijk, mijn moeder is ernstig ziek en dat is voor mij best wel een min, want zij kan zuigen. Kijk, als ik maar een paar minnetjes heb, gaat het nog wel. Mm-hmm. Als ik die plussen, voor mij is het ook in de natuur, is reizen, een goed boek lezen, een goed gesprek hebben zoals nu met jou. Ik zeg altijd, als je meer plussen hebt, dan kan je die minnen op zich nog wel aan. Nee, ja. Maar als je heel veel minnen hebt... Hè? Ja. Ik zie mensen die op hun werk hebben ze het zwaar. Ze hebben het thuis zwaar. Ja. Ze kunnen zich niet opladen. Dan is dat die hele ballon of die cirkel, hoe je het noemt, zit vol met negatieve dingen. Nou, als je hier één plusje hebt, kan je iets bij voorstellen wat er met je gaat gebeuren. Ja. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar dan ga je dus sneller slippen dan dat je wat meer plussen verzamelt. Ja. Dus ik ga altijd ook kijken naar de mensen van wat geeft jouw voeding? En wat kost je? En hoe kunnen we die balans, als jij gaat voelen... Want jij zegt net, ja, ik denk, oh, als ik zo doorga... dat ik over een half jaar bij wijze van spreken zal gaan slippen. Dan ga ik eens kijken, goh Patrick, wat heb je allemaal aan minnen staan? Ja. En kan je daar ook iets aan doen? Sommige dingen, kijk, dat mijn moeder ernstig ziek is... Nee. Daar kan ik niet altijd wat aan doen. Maar als ik bijvoorbeeld mensen met mensen om blijf gaan... die mij niks meer te brengen hebben of voeden... denk ik, ja, shake hands and say goodbye. Ja, neem jij gauw afscheid? Van... Nee, ben ik moeilijk in. Maar als het nodig is wel. Ja. Ik ben nu 53, het leven gaat hard. Ja. Ik heb nog veel te doen, ik wil nog veel schrijven en doen. En denk ik van, ik ben niet meer de Monique van 30 jaar geleden, of toen ik 30 was. Ja. Ik groei. En sommige mensen groeien niet mee, dat mag. Dus ja, ik ben eigenlijk niet zo bang om daar een afscheid te nemen. Maar mensen zien mij wel veranderen door alles wat ik meemaak en wat ik doe. Ja. Dus ja, soms komt er wel een moment dat je denkt van ja, dankjewel voor alle moois. Ik wens je alle geluk. Alle liefde en ga. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk. Ik kijk altijd met mensen van waar zit de plus en waar zit de min. En hoe kunnen we daar een beetje aan werken. En helpt het nou ook om die plussen eens flink omhoog te gooien? Ja, enorm. Ja? Oh. En hoe kom ik daarachter? Dus kijk, ik weet van mezelf wel een beetje wat ik leuk vind. Maar er zullen ook dingen zijn die ik ook leuk zou vinden, maar eigenlijk nog niet ken. Dat is leuk. Uitproberen? Ja, probeer. Maar dat vind ik met alles. Hè? Ik heb pas een boek gelezen over passie en zo. Hoe vind je je passie? Hmm. En ik heb wel gecommuniceerd met Raymond Kloosterman. De man die Rituals in Nederland groot gemaakt heeft. Hè? En die had ook zoiets van, ja, je passie, dat is ook gewoon maar proberen. Weet je Patrick, ik kom uit het zakenleven. Ik ben manager geweest. Ik wist niet of ik boeken schrijven leuk vond. Gewoon eens begonnen. Ja, de enige manier is om het te doen. Ja. En ik vind het een gigaklus, het is een heftige bevalling. Ja. Maar daarna is het zo leuk om te signeren, een boodschap in te schrijven en je boek de wereld in te sturen. Dus ik heb nu ook zoiets van, ja, waarom ga ik dat niet uitproberen met dat stay okay of iets anders? Ja. Kijken of het lukt. Of er wel of geen markt voor is. Ja. Er zullen er criticasters zijn die zeggen, ja, Monique heeft gewoon geluk gehad. Ja. Een man heeft een goede baan, ze ja. heeft een goede baan, alles gaat haar voor de wind. Ik kan dat allemaal niet, want ik ben veel te druk met eindjes aan elkaar knopen ja. en mijn huis houden. En ja. Ja. Of is dit voor de happy few weggelegd, of is dit weggelegd voor eigenlijk iedereen, ongeacht je situatie? Ik zou ongeacht iedere situatie, want dat vind ik dus niet fair, weet je. Ik heb ook mensen in mijn praktijk, en dan ben ik heel eerlijk in, die mijn consulten worden niet vergoed, omdat ik mij... Ik kan me niet verenigen met de regels van de beroepsvereniging. Ik ben hypnotherapeut. Dus zit bij de Nederlandse Vereniging van Hypnotherapeuten. Kan je aansluiten. Maar die regels zijn echt totaal tegen mijn ziel en tegen mijn hart in. Dus een consult, dat kost geld. En ben ik echt, ik ben daar heel coulant in. Als iemand bij mij zit voor een gesprek. En dat wordt niet één gesprek, maar twee of drie. En soms nog wel achter elkaar in de middag ook. Want ik plan dat heel ruim. Nou ja, als dat drie keer een uurtarief is, wat best pittig is, en ook nog eens BTW overheen gaat. Ja, ik doe het maar even zakelijk. Kunnen mensen met een UWV-uitkering, met een WAJONG of een WAO, kunnen dat gewoon niet handelen. Nee. Kijk, ik heb geleerd. Vroeger deed ik dingen gratis. Dat is geen uitwisseling. Nee. Dus ik had laatst iemand die heeft drie sessies gedaan in één. En toen heb ik gezegd, nou, ik weet hoe jij ervoor staat met je WAO-uitkering, je WAJONG-uitkering. Ik vind het ver om het te delen. Dus anderhalf voor jou, anderhalf voor mij.
Heb ik goed gevoel? En zij. Ja. Aan de andere kant, ik ga het niet doorvertellen aan iedereen. Want er zijn ook mensen die wel een goede gevulde portemonnee hebben. Kijk, mijn schoorsteen moet ook roken. Omdat mijn man een baan heeft, heb ik natuurlijk ook heel veel geïnvesteerd in opleidingen. En het is geen uitwisseling anders, hè? Het is gek ook eigenlijk dat mensen wel willen betalen voor een reparatie in een garage. Ja, maar voor een schoonheidsbehandeling. Ja. Voor je hagen verven, botox, whatever. Kleding heel duur, maar als het om persoonlijke groei gaat of spirituele ontwikkeling, dan is het van ja, waarom moet dat geld kosten eigenlijk? Precies. Maar het is ook onderhoud van je ziel en van je levensvreugde, toch? Ja. Hoe blij kan je zijn om misschien een kleine switch te maken? Ja. Dus, maar ik snap wel wat je zegt, er wordt heel erg tegen ons aangekeken. Ik vind het leuk dat je het aankaart, hoor. Van haar man heeft een baan, die is nu met sabbatical. Ik heb nog een prachtige dochter ook, die bedrijfskundige is. Maar het is mij ook niet zo, ik ben natuurlijk altijd op zoek geweest. Ik ben in 1989... ben ik heel ernstig ziek geworden in China. Toen kwam ik met buiktyfus terug. Ik ben echt bijna 2 keer overleden. Wow. Dus ik was een jup. Mijn man ook. Allebei een leaseauto. Allebei in de commerciële wereld. In 1 klap, Patrick, zat ik op mijn 4,25 in de WO. Hè? Ik heb me kapot geslaapt. Ja. Ik kom uit een middenstandsgezin. Dus het was niet lullen, maar poetsen. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. Dus, daar ging Monique. Ja. En ik ben volledig afgekeurd. Hè? Volledig. Ja. Maar ik doel er ook meer op van, stel je wil meer plus in je leven. Ja. Hangt dat af van hoeveel je op je bank hebt? Nee. En hoe druk je het zit hem in kleine dingen. Kijk, ik weet niet of de camera het kan zien, maar zo'n bos rozen kost niet zo heel veel geld. Ja. Maar het kan voor mij ook een hele erge plus zijn. Ik zal hem even opzetten. Ja. Prachtig. Weet je, dat is een paar euro op de markt op zaterdag. Maar dit is al een plusje in de... Voor mij wel. Ja. Ik kan hier heel intens van genieten. Ja, dus het zit hem niet in hele... Nee, we denken meteen dat er hele grote veranderingen moeten Dat wil ik absoluut corrigeren, want... Zo, we staan weer. Gaat-ie? Ja, we staan weer. Nee, dat wil ik absoluut corrigeren. Voor mij kan het ook wel heel lekker zijn om gewoon een heerlijk bad te nemen of een verrukkelijke douche. Ja. Met gewoon een lekker douchepil of zo'n, wat bij jou presenteerde, een lekkere zwarte chocola. Het hoeft niet heel groot te zijn. Natuurlijk kan het ook leuk zijn om je ziel te voeden. Zoals mijn ziel wordt gevoed op Vlieland, maar ook... laatst in Vietnam, zeg maar, dat kost geld. Tuurlijk ben ik eerlijk mee, maar een half uur voor jezelf kan ook al goddelijk zijn. Ja. Als je altijd aan het werk bent, aan het jakkeren bent. Dat is ook een plus. En één kijkt naar een mooie film, of de ander gaat de tuin in, of gaat hardlopen. Je trekt je loopschoen aan en je gaat. Ja. Dus ik ben niet... Tuurlijk is het leuk als je wel duurdere dingen kan doen, maar een lekkere kop thee. Een lekkere kop groene thee. Ja. Kan ook geweldig zijn. Vragen wij niet gewoon te veel van onszelf? Ja, vind ik wel. Absoluut. Absoluut. Of door de maatschappij, of door waar je... Ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin. Mijn vader werkte keihard. Had 5 zaken op zijn hoogtepunt. En ik dacht ook, ik ga naar de HEO. Hè, Hoge Economische School. Ik ga directeur van een bedrijf worden. Want dat is het. En hop, daar gaan we. Ik werd ziek op mijn 24e. Klang, boom. Het leven had iets anders met mij in gedachten. Ja. Waar ik uiteindelijk wel blij om ben. Maar ik zie nu aan mijn dochter. Onze dochter, afgestudeerd bedrijfskundige. Master in Science. Afgelopen maand aangenomen bij Deloitte. Op de Zuidas. In die Edge. En ik zeg, lieve schat. Als jij liever wil gaan fotograferen. Of liever iets anders wil gaan doen. Ja. Van mij en papa hoef je dat niet te doen. En mijn ouders hebben me nooit gedwongen. Maar ik had zoiets van. Ik ga het bedrijfsleven in en ik ga... ik word directeur. Ja. En hoeverre speelt ego daarin? Heel veel. Ja. Intens veel. Ja, het beeld dat we van onszelf hoog houden. Hè? Ja. Had je het idee dat je iets te bewijzen had? Ja, absoluut. Ja. Omdat je vader ook al zo'n hoogte lat had gelegd. Ja, maar ook. Mijn ouders zijn op zich wel vrij simpel gebleven qua mens, zeg maar. Je kan ook helemaal naast je schoenen gaan lopen en dat soort dingen, maar... Ik weet niet of het mee te maken heeft. Misschien dat ik... Ik ben een vervangingskind. Dat is grappig dat je dat vraagt. Ik ben de oudste en eigenlijk niet de oudste in het gezin. Boven mij in de zwangerschap bij mijn moeder is een zoon overleden. Ja. En vrij snel daarna kwam ik. En ik voel gewoon, en dat is niet te bewijsbaar hoor. En ik was ook nog de helft van een tweeling die eentje van vertrok. Oh. Je kent misschien het boek Het Drama in de Moederschoot. Mm-hmm. Ja? En het is wel heel bijzonder, want mijn vader, bijna 80 jaar geleden geboren, met een zusje. Het zusje is overleden bij de bevalling. Dus mijn vader is de helft van een tweeling. Nou, mijn moeder heeft dus een zoon verloren. Ik kwam al heel snel erachteraan.
En mijn zusje, ik weet dat het een zusje is, dat heb ik onderzocht in therapie, zeg maar, ook overleden. Dus ik kwam ook alleen op de wereld. En ik heb het idee dat daar in die baarmoeder, ik kan het niet bewijzen, dat ik dacht, ik wil laten zien dat ik het wel goed ga doen. En dat jij moet voor die andere twee gestorven kinderen een soort van... Precies, daar moet ik voor werken. Ja. En het grappige is, wij hebben bijna 24 jaar geleden een dochter gekregen. Zij is ook de helft van een tweeling, ook overleden in mijn buik. Een meisje. Ja, dat is toch bijna niet. Maar het is heel bijzonder, want mijn man, zijn overleden moeder is de helft van een tweeling met een tante. Zijn zusjes zijn tweeling. Ik heb daar iets met dat thema tweeling. Ja. En Hoe verklaar je dat? Huh? Hoe verklaar je dat? Ik heb geen idee, maar ik heb er wel heel veel. Ik kwam er pas achter toen ik het boek van mijn dochter schreef. Mijn laatste boek, wat ik vorig jaar gepubliceerd heb. Dat ik dacht van, goh, ik ben de helft van een tweeling. En toen kwam ik dus achter dat mijn dochter dat ook is. Maar ik weet het niet. Ik heb nog niet de verdere verklaring die jij vraagt. Maar ik ontdekte wel opeens hoe zij reageerde toen zij geboren werd. Hoe zij zich soms voelt. En toen kwam ik met het boek in aanraking van het drama in de moederschoot. Was ook zo, aha, de kenmerken die zij vertoonde. Zo voelde ik mij ook soms eenzaam. Of alleen, je mist een helft. Het is nooit bewijsbaar. Ja. Dat schijnt dus heel vaak te gebeuren. Hè? Van heel veel zwangerschappen, van de 10 of zo, dat er 6 of 7 meerlingen zijn. Ja. Dus ja, alles loopt een beetje door elkaar heen dan, op een gegeven moment. Ik doe ook interviews met mensen over non-dualiteit. Non-dualisme, daar zul je ook wel eens van gehoord hebben. Ja. Daarin wordt beweerd dat dit eigenlijk allemaal maar een schijnvertoning is. Hè? Een droom. Een droom. Jij en ik bestaan niet. Er is maar één ding wat dit zit te dromen. Een Monique, een Patrick, een stroopwafel en een lamp. Wat kan jij iets met zo'n uitspraak? Of wat doet dat als je zoiets hoort? Nou, ik kan er eerlijk gezegd niet zo heel veel mee. Hoor. Het feit dat ik nu droom, hè, wat jij net zegt, hè? Nou, dat dit een droom is. Dat dit een droom is. En dat we op een gegeven moment wakker worden. Ik kan daar zelf niet zo heel veel mee, moet ik zeggen. Want ik vind, maar dat ben ik, hè? Praat voor mezelf. Dat het op aarde een soort van universiteit is. Heel veel leren. En daarna gaan we weer terug naar het licht en zo. Dus ik heb het idee dat ik wel wakker ben. Ja, ik praat van mezelf. Ja, zo kom je ook over. Nee, maar ik heb daar niet veel verstand van. Ik weet wel, zoals mijn eerste boek, Het Onzichtbare Zien. Ik zie jou, jij ziet mij. Maar dat er veel meer is dan wij niet zien. Ja. Dat was voor mij een unieke ontdekking. In die periode dat mijn vriendin overleed. En dat ik hoep weggezogen werd. Dat ik dacht van... Wij zien zoveel niet. Ja. We zijn helemaal niet van bewust. En in het ziekenhuis, mensen kijken alleen naar jouw body, nemen bloed af. Maar ze kijken totaal niet of jij connecties hebt met anderen, met overleden mensen of met vorige levens. Want daar valt ook heel veel te halen, heb ik het idee. Dingen die niet uitgewerkt zijn, die je dan terugkrijgt, die je op kan lossen. Dus wat jij zegt met die droom, ik kan er niet veel mee. Meer met energie en met het zichtbare en onzichtbaar. Daar kan ik wel veel mee. Dat voel je ook als je ergens binnenstapt. Zeker. De sfeer is goed of minder goed. Er is ruzie geweest. Oude huizen waar mensen misschien suicidaal geweest zijn. Hè, wat jullie ook al een beetje zeiden. Mensen nemen een heel verhaal mee. Ik neem mijn verhaal ook mee als ik ergens binnenstap. Ja. En jij ook. Daar ontkom je niet aan. En ben jij als gevoelig iemand nog zo net als ik... dat je bijvoorbeeld pas boodschappen gaat doen om 8 uur 's avonds... omdat het dan rustig is... Je gaat niet naar de Efteling op een drukke zomerdag. Of ben je inmiddels dat je dat allemaal wel gewoon weer aan kan? Ja, ik moet je zeggen. Mijn echtgenoot gaat op zaterdagochtend naar Albert Heijn. Oh, lucky me. Ja. Ja, je hoeft niet. Nee. Nee, dat doe ik echt niet. Want ik word gewoon crazy van al die karretjes en alles. Ja. Weet je. Dus wat ik het liefst doe, ben ik heel eerlijk in, dat ik naar een plaatselijke bakker ga. Zo'n lekker bakkerijtje. Weet je, de plaatselijke slager. Dat is voor mij kleiner, compacter. En lekker naar de bloemist even gaan. Dus mijn man die sjouwt op zaterdagochtend al de grote dingen naar binnen. En door de week pak ik het fietsje nog wel eens of zo. Maar shoppen? Nee. No. Mijn man heeft altijd geshopt met mijn dochter. Kleding kopen. Ik ga met mijn dochter lunchen aan het water. Rustig. Kijk, maar ik ga wel naar de Efteling met mijn nichtjes en neefjes. En ook met mijn dochter. Ik ga ook... We hadden afgelopen weekend een feest van mijn mans werk. 4.500 man. Zo. In Utrecht. Ja. Zaandam, zijn bedrijf in Utrecht. We hadden daar keiharde muziek. Ja. Daar was Xander de Buissonnier, daar was Glennis Grace, daar was Ali B, daar was Replay, daar was Direct. Ik ga wel, maar zondag, maandag. Moet je er echt van bij komen. Ja, en dinsdag denk ik, ha. Dan ben je er weer. Ja. Mijn man heeft nog steeds saus in de oren, maar ik ontloop dat niet. Vroeger deed ik dat wel, toen ik de eerste keer een Carré zag.
zat. En ik zag allemaal kleuren bij mensen. En ik wist niet wat er was, maar ik kreeg helemaal benauwd. Ik moest eruit. Kijk, in een vliegtuig waar ik 10, 12 uur in de lucht hang. En ik weet nu wat er gebeurt. Dus heel veel mensen met vliegangst. En dat voel jij? Dat voel ik. Ja, maar in het begin weet je dat niet. Nee. Ga je rit naar Nieuw-Zeeland doen, 40 uur onderweg. Maar nu weet ik dat. Als ik de oceaan, meestal gaan we in de winter was naar Bonaire toen een paar weken. Ga ik de oceaan over en dan denk ik, ja, weet je, dit is wat het is. Ik ga rustig zitten, mijn handen op mijn buik. En mijn man en dochter weten dat ook. Ik zit gewoon in mijn eigen wereld. 9 uur lang, 10 uur lang. En dan, ja, op Bonaire loop ik alleen op de blote voeten. Dus goed op geaard, lekker op het strand en allemaal dat soort dingen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb heel mijn kennissenkring zit vol met gevoelige mensen. En de helft daarvan zit als een kluizenaar. Ja. Die zitten thuis. En ik veroordeel het niet, dat is hun leven. Maar je mist ook heel veel. Ja. Kijk, zo'n Albert Heijn, snap ik, ga na 8 uur erin. Ga niet op het hoogtepunt. Maar door alles niet te doen. Weet je, ik heb mijn eerste boekfeest waren 250 man. Ik had een rode loper. Ik weet dat dat heel intens is. Maar ik heb genoten. Maar heel veel kwamen niet. Ja, dat is te veel. Je kan ook een kwartiertje komen. Je kan het ook in... je hoeft niet overal alles uit te halen. Maar ook niet alles niet. Snap je wat ik bedoel? Okay. Zoek dan naar de balans. Maar ik praat voor mezelf. En ik laatst werd mijn oma 100. Ja, oh, wauw. Ja, cool, hè? Gefeliciteerd. 100? Ja, dat is behoorlijk. Jees. Geweldig. Hele familie bij elkaar. Ja, ik dacht natuurlijk ook van ja, dat wordt wat. Ja. Maar wat ik dan bijvoorbeeld doe, ik doe oordoppen in. Oh ja. Ja. Is dat dan ook afsluiten? Zeg je van, ja, doe dat niet? Of als dat voor mij werkt, doe het gewoon. Zeker. Weet je, alles is maatwerk. Ja. Als het van jou helpt, why not? Ja. Weet je wat ik zeg, Patrick? Maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. En stoor je niet wat iedereen ervan zegt en doet. En vindt, ja. Jij doet het wat voor jou goed uitkomt. Alleen maar trots op jou. Dat je zegt, ik doe dit, dit werkt voor mij. Super. Ja. De ander zegt, wat bij mij helpt, is heel veel water drinken. Weet je, en af en toe gewoon even uit de ruimte stappen. Bijvoorbeeld dat feest met 4500 man. Wow. Even, er zouden eigenlijk 7000 komen. Ja, dat maakt niet zo heel veel verschil uit. Even gewoon eruit, even naar het toilet. Even weer een glas water, even een hapje halen. Doe wat oké is voor jou. Dat leer ik de mensen in mijn praktijk ook. Er is geen eenheidsworst. Nee. Een ander praktisch voorbeeld. Ik stond laatst aan de kassa bij de Aldi. Het was druk en er werd omgeroepen dat er een nieuwe kassa open zou gaan. En die ging niet open en toch wel. En dit en iedereen wilde als eerste bij de kassa. Ik was blijkbaar als eerste bij de kassa. En belde ik me dat nou in dat ik achter mij gewoon die druk voel van die mensen die allemaal die winkel uit willen. Ik kreeg zelfs dus bijna een soort hyperventilatieaanval. Wat is dat en hoe kun je je daar tegen wapenen? Tegen iets wat je voelt van... Sowieso ademen. Ademen. Ik heb sowieso dat pas geleerd. Ademen. Dat, bij mij gaat hij, kijk, nu ben ik heel enthousiast en ik vind het gewoon een super gesprek. Dus dan ga ik ook wat hoger zitten. Maar zodra ik ergens ben, bij mij heb ik dat hier bij de HEMA. Ik kom daar binnen en denk, oh, de mensen achter me, oh, holy, hoe gaat dit? Sowieso zorg ik dat ik probeer de energie omlaag te halen. En ik doe het nu ook, dan word ik ook al een stuk rustiger. Dus ademen, echt naar je buik toe. Soms kan je 4 tellen in, even pauze 4 tellen. 4 tellen uit. Weer even pauze. Het leidt je sowieso af wat er om je heen gebeurt. Ja. Kijk, want ik weet ook dat sommige beschermingstechnieken niet helpen. Of minder helpen. Mij helpt het ook wel vaak om gewoon allemaal licht om me heen te zetten. Ja, visualiseren. Ja, want dat kaatst het toch af. Kijk, de mensen zeggen dat het wel of niet helpt. Maakt mij niet uit. Ja. Maar voor mij werkt het wel. Maar gewoon ademen. Ja. En soms wat Juno ook zegt, niet er tegen verzetten. Soms ook gewoon ervaren, oké, het is zo. Ja. Maar ja, dan hoop ik bij de HEMA ook altijd dat ze snel een beetje opschieten. En dat ik af kan rekenen dat ik weer naar buiten kan. Dus ja, weet je, ervaar wat je ervaart. Ja. Want dat vond ik heel mooi, nogmaals van Juno. Van dit doen, wordt het volgens mij nog veel erger. Ja, het verzet, daar leidt je verzet. Aan, zegt hij. Hè? Ja, maar dat geloof ik intens. Ik ben ook dankbaar voor het interview met jou. Want ik vond dat zo mooi. Ja. Dus ik ga er ook gewoon rustig in. Ja. Oké, het gebeurt. Ja. We hadden het met hem ook over, ik had het met hem over buren ook. Ja. Hè? Hoe? Ja, al die aura's zijn heel breed. Ja. Mijn buren zitten denk ik ook wel hier binnen. En ik zit ook waarschijnlijk wel bij mijn buren binnen. Ja, en wat? En stel nou hiernaast is grote ruzie. Of de buurvrouw voelt zich heel eenzaam, want haar man is net overleden of weggegaan bij haar. Ja, dan nogmaals, beeld ik me in dat ik met haar mee zit te lijden hier? Of is het nou eenmaal zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je dat oppikt. Alleen wat hij ook zei, Juno, van het... Kijk, als ik vond dat zo mooi, hè? Want ik heb het wel veel over, maar ik heb heel veel geleerd ook ervan. Als ik daar een trigger heb, mag ik een voorbeeld over geven? Kijk, mijn moeder is ernstig ziek, hè? Die heeft al
21 jaar kanker. Dat is onvoorstelbaar. En ik ben natuurlijk heel erg verbonden met haar. Het is mijn moeder. We hebben altijd een hele goede relatie gehad en zo. Dus we zijn heel erg aan het zoeken. Ze is heel erg moe. Ze heeft geen wel gehad. Zal ik je verder aan besparen. Maar haar darmen kloppen niet meer. Dus zij is aan het zoeken. Wat is het? Medicatie? Is het weet ik veel wat? Dus wij zoeken. Als zij mij belt en ze is geëmotioneerd elke dag. Als dat mij niet zou raken. Maar ik heb daar een trigger op. Mm-hmm. Want ik heb van 1989 tot 2006 gezocht naar mijn vermoeidheid. Ja, dus je herkent dat. Dus ik herken het zoekwerk. Ja. Dus dan komt hij bij mij, boef, ja, in één klap naar binnen. En zo nog eens mijn moeder. Ja. Dus dan probeer ik het wel los te laten. Door mijn hart heb ik laatst geleerd van een mevrouw ergens in Utrecht. Van probeer het via je hart weg te laten stromen. En die oefening doe ik 's avonds. Alles wat ik op de dag opgepikt heb, probeer ik via mijn hart weg te laten stromen. Maar als mijn buurvrouw bijvoorbeeld, wat je net zegt, eenzaam is. Ik ken dat gevoel niet. Dus, ja, tuurlijk ken ik dat wel eens. Maar is niet voor mij een ding. Of tuurlijk ben ik ook wel eens boos. We zijn nu heel boos of er met de kinderen iets aan het doen is. Maar dat voel ik als heel anders. Ik neem het even waar. En dan kan ik dat sneller loslaten. Ja. Maar dat, als er een trigger op zit, dat vond ik zo mooi van hem. Ja, dan raakt het me intens. Dan moet ik het wel afvoeren. Ja. Ik moet het afvoeren. Ik zit aan het water. Dat stroomt hier hè, in het huis. Ik drink veel water. Kan ik ook allemaal nog een beetje gebruiken. Maar we verbeelden ons dat niet. Ik kan me niet voorstellen dat je dat gaat zitten fantaseren. Want ik had op een gegeven moment, als iemand hier had gezeten, naast mij had gezeten met een sessie. En die was heel boos. En ik ging daarna op die stoel zitten. En mijn man komt thuis. Ja. Dat ik in één klap rang. Nou ben ik al vrij pittig qua temperament, maar bijvoorbeeld dan één keer boef. Dus ja, weet je, dan kan ik wel denken, dat verbeeld ik mij. Maar dat verbeeld ik niet. Ja. Maar het is de kunst om het af te voeren. Of inderdaad, ja, wat Juna ook zei, je gaat analyseren en je wil het op gaan lossen. Weet je, om terug te komen bij mijn moeder. Ik wil het op gaan lossen. Ik zit toch nog in de werkmodus. Omdat ik heb uiteindelijk wel gevonden wat mij dwars zat, zeg maar. Ja. Dus ik heb zoiets van, ja, het zit wel allemaal heel ingewikkeld in elkaar, vind ik hoor. Dus ik probeer het ook soms maar heel klein te houden. Om dicht bij mezelf te houden. En soms mag je best iets voelen. Wat denk je op zo'n feest van 4500 man? Ja. Hoeveel ego's daar rondlopen vanuit het bedrijfsleven? En dat grijpt jou niet naar de nek? Nee, niet naar de nek. Naar de keel. Ik word soms wel een beetje draaierig daarvan. Maar dan ga ik heel erg in mijn hoofd zitten. Ja. Dus dan probeer ik die energie sowieso laag te houden. Te ademen naar mijn buik. Naar mijn hara, zeggen ze. Ik doe heel veel do-in. Weet je wat do-in is? Do-in is een Japanse yoga. Dan ga je naar je hara. Dat zit onder je navel. Daar zit je kracht. Dus dan ga ik gewoon daar naartoe ademen. En dan gewoon ook goed staan. En als ik niet goed mijn schoenen staan, doe ik ze uit. Dan ga ik op de vloer staan. Ja. En dan voel ik me wel meer geaard. En vroeger raakte ik in paniek. Want het was zoveel impulsen links rechtsom. Dat je echt niet meer weet. En dan geeft de dokter je een pil om te kalmeren. Dat helpt natuurlijk. Ja, dat helpt even. Maar daarna ga je er bij de wereld weer in. Dan heb je dezelfde dingen natuurlijk weer. Ja. Dus het is elke keer weer terug naar jezelf. Ja. Wat helpt jou? Want jij zegt, die oordop vind ik ook fantastisch. Een vriendin van mij doet dat ook. Bij heel veel mensen. Ja. Zoek uit, dat zeg ik ook. Zoek je eigen code. Zoek jouw code, snap je wat ik bedoel? Je eigen recept om mee om te gaan. Want ja, ik dacht vroeger nog dat ik ervan kon genezen. Ja. Dat gaat er niet worden. Ja, dus die praktische dingen, dat kan gewoon. Als ik weet dat ik in een lift gewoon heel gauw me slecht ga voelen, pak dan de trap. Ja. Waarom doe je het niet? Waarom zou je het niet doen? Nou ja, als de 20ste verdieping. Ja, oké. Okay. Nou, meteen goed voor ons lijf. Meteen in beweging. Beweging schijnt goed te zijn, hè? Ja. Ik ben niet zo'n fan van de sportschool, maar bewegen is wel heel goed. Ja. Maar waarom maken we het onszelf zo moeilijk? Dat vraag ik mijzelf ook wel zelf voor. Als ik bijvoorbeeld naar een feestje ga bij iemand in huis waar ik niet graag kom. Dat waarom? Kan. Ja, waarom doe je dat? Nee, zo vaak niet. Laat ik mijn man alleen gaan. Ja. Mensen vinden dat niet leuk. Ja. Heb je haar weer. Met de gevoeligheid. Ja, maar geef ze het in de tuin, dan ben ik al een stuk blijer. Ja. Dan kan ik in de tuin staan. Weet je? Maar joh, ik heb zoiets van, als je altijd maar verantwoording moet afleggen. Ja, dan heb je een dagtaak. Heb je een dagtaak? Ja. Ik vind het ook niet meer nodig, want het leven gaat veel te hard vliegen ons voorbij. Ja. En wat je zegt, mag ook een gave zijn. Ik kan intens genieten van nu, van het gesprek. Wat ik je net zei, van een bos rozen, van zwarte chocola. Dat is ook de andere kant. Ja. Rijd ik met mijn man rond op Sardinië.
Dan zeg ik ook, oh, het is hier mooi, het is hier mooi. Mijn man draft helemaal crazy van. Maar dat is wel hoe ik het, hoe mijn ziel, mijn hart het ervaart. Ja. En dat zou ik dus ook niet willen missen. Nee. Er zijn ook mensen die zeggen, iedereen is zo gevoelig. Ja. Alleen een aantal mensen hebben gewoon een heel mooi goed masker en een soort harnas om zich heen gebouwd. Dat ze die gevoeligheid lekker buiten de deur kunnen houden. Of in ieder geval zichzelf kunnen beschermen daartegen. Ja. Is echt iedereen zo gevoelig? Dat vraag ik mij af. Ze zeggen van origine wel, hè? Dat ja, als baby ja, word ja, je zo gevoelig. Tot een bepaalde leeftijd. En dan volg je intuïtie ook minder. Want dan krijg je allemaal stemmen in je hoofd. Zeg maar van, doe het niet, doe het wel. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel altijd heel sensitief geweest. Dat ik het zakenwereld inging en met de ego's. En moesten omzetten en bonussen. Nou, je kent het hele verhaal wel. En toen werd ik ziek. Nou ja, hoe cliché kan het zijn? Maar je bijna twee keer het hoekje om. En dan ga je dus echt voelen. Van wie is Monique? Wat wil Monique? En allemaal dat soort dingen. Dus ja, weet je, ik denk dat heel. Ik wil niet zeggen dat iedereen het. Ik kan. Vanuit essentie denk ik het wel. In ieder geval. Maar ik ken zoveel mensen die, tussen quotejes hoor, die op mij overkomen, denk van. Ze zeggen dat ze gevoelig zijn, maar. Ze zijn het niet. Nee. Ik denk ook, ik heb één vriendin en dan zegt ze: ik ben zo hooggevoelig. Maar ze doet de meest irritante gedragingen naar mij toe. Denk ik van, als jij gevoelig bent, zou je kunnen aanvoelen. Dat dit bij mij niet. Dat dit voor mij heel onprettig is. Ja. Maar je gaat elke keer dingen doen die ik gewoon niet prettig vind. Ja. Dus dan moet ik vanuit mijn ratio zeggen: dit vind ik niet fijn. Ik moet je elke keer terugwijzen. Ik vraag me dat af, Patrick. Ik vraag me dat echt af. Maar je hebt wel gradaties. Want tegenwoordig heb je ook ze zeggen zelfs empaat. Dat is nog de hoogste. Gradatie van hooggevoeligheid of zo. Dat je echt helemaal alles aanvoelt. Maar ik houd maar bij mezelf. Heb jij last van verslavingen gehad? Ik weet dat mijn vader bijvoorbeeld ook een hele gevoelige man. Ja? Ja, die heeft gewoon die is maar naar de biertjes gegaan om het een beetje te dempen bij zichzelf. Hielp dat? Ja, een bepaalde tijd. Maar ja, kom je dat veel tegen? Dat mensen maar naar middelen grijpen om zichzelf enigszins nog prikkelvrij te krijgen. Ik merk wel eens, ook in mijn praktijk, dat mensen wel vaak aan de soort van pilletjes gaan. Ja. Maar dan bedoel je Ritalin? Of, ja, antidepressiva. Oh, de oxazepams. Om het een beetje, ja, dankjewel. Ja. Om het gewoon af te vlakken. Maar het heeft ook heel veel bijwerkingen. Mensen beleven ook, het wordt helemaal afgevlakt, zeg maar. Ja. Ik van mijzelf heb geen neiging tot alcohol. Ik kan wel eens hebben dat ik me gewoon leeg kan voelen. Dat ga ik uitleggen. Niet eenzaam. Maar laat ik het goed uitleggen. Ik ga bijvoorbeeld met mijn moeder maandag naar de oncoloog. Dan zitten we daar in die kamer waar we vaak zitten. En ik ben er pas sinds kort achter dat mijn moeder dus eigenlijk ook heel gevoelig is. Ooit geweten. Ja. Oké, ze heeft mijn eerste boek gelezen. Maar dan zit ik daar en dan probeer ik deze mevrouw, wat een hele aardige oncoloog is hoor, zeggen dat kanker niet alleen een lijf is. Want je hebt verschillende niveaus. Je hebt lichaam. Hè? Je hebt natuurlijk relaties, gedachten, gevoelens en ziel. Dat zijn wel niveaus die Henk Fransen, een arts, die ook heel gevoelig is. En zich al 20, 30 jaar een kankerpatiënt. Hij is er gewoon geïnteresseerd in. Hè? Dus oké, je kan een lichaam aanpakken. Douw er maar chemo in. Mm-hmm. Maar ja, als je daarnaast je gevoelens niet uitgewekt hebt. Of je hebt je gedachten niet onder controle. Het kunnen veel heftigere punten zijn dan dat je dat lichaam in orde hebt. Of je relaties zijn misschien helemaal niet goed. Ja, zielsniveau is voor mijn moeder een stuk te ver. Dus ik zit daar dan echt met. Het gaat alleen maar over getalletjes en over waarden en over. Oké, weet je wel. Dus ik zit daar elke keer. Ik probeer heel langzaam aan van. Goh, ja, ik heb daar een boek over geschreven. Ik ben heel gevoelig en mijn moeder is dat ook. Dus nou, ladida. Dus dat probeer ik uit te leggen met alleen eenzaam. Ik ben niet eenzaam in mijn relatie en met mijn vrienden en zo. Maar het feit dat heel veel mensen je niet verstaan, laat ik het maar zo zeggen, dat ze een andere taal spreken. Kijk, natuurlijk zijn het wetenschappers. Maar laat eens iets verder kijken, het vakje daarnaast. Van, mijn moeder is alleen maar gestrest. Nou, dat is niet goed voor je lijf. Dat lijkt me ook niet. Gevoelens, zij heeft natuurlijk mijn broer verloren. Ze heeft heel jong borstkanker gekregen. In mijn beleving, hè, verstaan we goed, heeft daar weinig mee gedaan. Andere generatie, weet je, wij gaan eerder in therapie, wij gaan er eerder mee praten. Dus het is niet wijzen naar. Maar ik las dat vandaag nog ergens van. Je kunt je gevoelens wel parkeren, maar soms is de parkeerplaats vol. Ja.
Of de parkeertijd om. Ja. Ja. En dan komen ze. Dus, ja. Dan trek je een deksel open en boem. Ja. Nou, dan kom ik dus thuis van zo'n ziekenhuisbezoek. Ik zal niet veel afwijken van jouw vraag. Dan kan ik me zo leeg voelen. Mm-hmm. Dat ik denk van, ze verstaan me niet. Ik roep in de woestijn. Ja. En dat weet ik van jongs af aan al een beetje hoor. Onbegrepen. Ja, je hebt dus over verslavingen. Dan is het voor mij zwarte chocola. Ja, dat... Is geen drugs, is geen sherrykuur of is geen... Nee. geen ik zal niemand wachten, ik ga niet naar niemand wijzen. Iedereen moet zichzelf vullen. En dan denk ik, oh, wat ben ik nu aan het doen? Ik ken het heel goed. Dan denk ik, oh ja, ik word niet gehoord. Ja. Dat kan een ding zijn. Nou, ze hoeft mij niet te zien, weet je. Ik zit daar gewoon bij. Maar dat ze luistert van... Er is meer dan een lijf bij kanker. Gevoelens, gedachten, relaties, ziel. Ja. En ik ben geen goeroe. Ik ben geen iemand die alles... Ik ontdek ook nog dagelijks dingen. Maar jij hebt het over verslaving. En dan zou bij mij een eet iets wel iets zou kunnen zijn om mij dan te vullen. Terwijl ik op een gegeven moment denk, ja, dit helpt dus niet. Ja. En Monique, hoe komt het dat ik me in de auto zo goed voel? Heb je dat wel eens eerder gehoord? Nou, in de auto... Vertel! Ja, de auto... Heb je een mooie auto? Ja, ik heb sowieso... het net alsof ik inderdaad echt een soort... Net als een middeleeuwse ridder... Gewoon een harnas aantrek. Je voelt je beschermd. Een kokon op wielen. Tegen de buitenwereld. Ja, letterlijk. Deurtjes dicht. En dan is het mijn kleine koninkrijkje op vier wielen. En dan... Het enige wat dan lastig wordt is de file. Want dan heb ik het idee dat ik geen kant op kan, hè. Dat snap ik. Ja, maar voor de rest is de auto voor mij bijna de meest veilige omgeving die ik me kan voorstellen. Wat heerlijk voor je. Ja. Wat super. Ja, dan zit je gewoon altijd in de auto. Ja, dat is wel, ja. Daar ben ik Nee, maar ik vind het fijn om te horen. Want ik kan me zoals je het beschrijft als metafoor ook helemaal voorstellen. Ja. Je eigen kokon, beschermt de wereld, je zit lekker in je eigen auto. Ja, ja nee, ik heb dat zelf niet. Maar ik heb wat is jouw veilige plek, je safe room? Mijn safe room, dit huis. Ja. Ja, heerlijk. Dit is voor mij thuiskomen. Ja. Dit is zo relaxed. Het is, nou, je hoort het weinig geluid. Ja. En wist je dat al toen je hier voor het eerst was? Nee, want ik heb getwijfeld hoor. Want er is in de oorlog veel gebeurd. De Haarlemmermeerpolder. Ja. En dat had ik ook van anderen gehoord en ook wel een beetje gevoeld. Dus ik vond dat wel een uitdaging. Maar ik heb mijn huis ook wel laten cleanen. Okay. Laten reinigen ook. Ja. Dat heb ik sowieso een aantal keren laten doen, omdat ik ook wel veel mensen in huis heb. Ja, die nemen van alles mee. Ja. Ik zit wel in mijn privéruimte. We gaan nu volgende maand de garage verbouwen voor een aparte ruimte. Kijk, ik heb ook boven een ruimte gehad, maar dan moet ze door je huis heen. Ja. Dus, en laat dat echt sporen achter? Nou ja. Dat voel ik wel, ja. Ja. Ik heb hier wel vechtscheidingen gehad in huis. Dat is wel heel cynisch hoor, Patrick. Twee mensen. Ja, die vochten elkaar de tent uit. Oei. Maar het was wel heel cynisch. Ik ga je vertellen. Mijn dochter was geslaagd voor haar bachelor en we hadden feest gehad op een dinsdagavond. Zeg maar 60 mannen hier in huis. Veel. Maar ik heb ook een feestje met mijn dochter gehad, gewoon 130 mannen. Hier. Binnen, buiten, hè? Tent in de tuin enzovoort. Maar goed, ik hou het bij het verhaal, ben enthousiast. 60 man huis gehad. Dus iedereen gaat de deur uit. De volgende dag komt er iemand mijn huis cleanen. Ik vond het ook wel lekker, gewoon fijn. Dus alles is weer tip-top in orde. Boven, beneden, alles. Want de mensen komen ook boven dan met feestjes. En dan. Ja. Ik had helemaal hele lekkere ruimte. En dat was dus woensdag gebeurd. En donderdag kreeg ik een echtpaar die echt zwaar in de vechtmodus staat. Oh. Niet echt slim natuurlijk, maar oké. Okay, yeah. Dus de man zat hier, de vrouw zat daar. En uiteindelijk werd de vrouw heel erg... ik noem geen namen, want als ze dit bekijken natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Heel emotioneel. En, ja, het is nogal wat. Ja, ging op het toilet zitten en roepen en gillen en zo. Dus ja, dan... Kon je weer opnieuw beginnen met de kliniek? Ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus ik heb een praktijkruimte in 5 huizen gehad, een dorpje verderop. Ik kom ook bij de mensen thuis. Soms wel prettig, niet prettig. Kan je iets bij voorstellen, denk ik, want je weet niet wat je aantreft. Nou, dat hangt hier bijvoorbeeld een hele neutrale, schone sfeer op de een of andere manier. Je komt hier niet binnen in een hoop weerwar aan onuitgesproken meningen, gevoelens. Dank je. Ja. Nee, we hebben wat afgevochten hier ook hoor. Nou, nee, maar dan is het waarschijnlijk wel uitgesproken dan of zo. Ja. En uitgewist. Ja. Ja. We zijn 33 jaar samen, mijn man en ik. Dus ja, je weet, ups en downs. En we hebben allebei best wel heel veel meegemaakt. In het verleden, onze jeugd en zo. Ook. En toevallig gingen wij vandaag even samen weg, want mijn man heeft sabbatical, dus wij kunnen alle kanten op natuurlijk ook wel.
En we hadden een beetje woorden in de auto, maar hij heeft een cabrio. Soms doet hij gewoon het dak open. Dan waait het weg. Nou, ja. Is het weg? De raam is even naar beneden, dan is het ook weer weg. Maar ik hou er dus wel van. Ik vind het heel fijn dat ik gewoon een hele rustige omgeving om me heen heb. Daardoor kan ik de buitenwereld heel goed aan. Ja. Dat het gewoon een veilige plek is. Dit is je safe room. Dit is mijn safe room. Ja. Dus daarom denk ik ook van, nou, de garage wordt verbouwd volgende maand. Dan krijg ik daar een mooie ruimte. En dan kan ik met twee openslaande deuren. Ja. Ik kan het gewoon lekker zo doen. En dan hoeft het niet meer in mijn private room. Hoe leuk ze die vinden. Aan het water, met alles. De mensen vinden het helemaal geweldig. Maar dan gewoon in de tuin. Ja, en dit is voor jou. Ja, dit is van ons. Voor jullie. Ja, ja. Voor 's avonds met een dekentje op de bank en een filmpje kijken. Ja. Ja. Tot slot. Ja. Oh, gaat zo snel. Ja, we hebben nog 5 minuten. Oh nee. Ja, we kunnen nog wel 10 minuten. Kijk als heel zo beetje. Ik heb geen idee hoe ver we waren. Nee, maar het gaat hartstikke lekker. Ja. De dood. Oh, is dat iets waar we bang voor moeten zijn? Nou, wat ik begrijp van heel veel mensen niet. Weet je, mensen die ook met BDE's hebben gehad. Bijna dood ervan. Dat alleen maar prachtig is. Maar ik ben er nog niet aan toe. Nee. ik heb nog veel te doen, maar ja, dat is natuurlijk onoverkomelijk zoiets. Dus ik probeer niet als een, om het buiten deur te zijn. Mijn moeder is natuurlijk al ernstig ziek al heel lang en op een dag is het afscheid nemen. Ik hou niet van afscheid nemen. Ik denk, we komen elkaar ooit wel ergens weer tegen, in zielengroepen of, het hoort gewoon bij het leven. Ik kan daar lang of kort over zijn, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik heb echt zoiets van, geen kop in het zand steken. Ik ben nog zo graag hier op aarde. Ja. Ook de aarde vind ik wel ingewikkeld ook. Ik heb laatst een brief van mijn ziel laten schrijven. Dat is trouwens echt een aanrader hoor. Omdat mijn man natuurlijk zijn bed ook al heeft, was ik ook een beetje zoiets van, goh, hoe ga ik een en ander aanvliegen? Dan kwam ik via een vriendin iemand tegen en die tuned in op jouw ziel. Die stel je een paar vragen. En, het was gewoon tranentrekkend. Twee pagina's vol. En ik heb dat uitgeprint en een paar weken geleden mee naar Vlieland genomen. En daar ook de energie gevoeld van het eiland. En dan kom je dus tegen dat ik wilde terug naar de aarde. En mijn overleden broer heeft me daarmee geholpen. Als opstapje, zeg maar. En ik vind het soms heel lastig op aarde. Want mensen mij niet verstaan. Of weet je wel. Maar ik moet wel goed aarden. Ik moet wel goed met die voet op de grond. Anders ga ik in mijn hoofd zitten. Dan ga ik zweven. En dan pik ik helemaal heel veel dingen op. Dus ik had zoiets. Ja, ik heb hier nog wel iets te doen. Dus ik ga nog wel terug naar de aarde. Ik denk dat ik al heel veel levens gehad heb. Dat heb ik ook wel onderzocht in regressie en reïncarnatie, zeg maar. Maar dat de dood een keer komt, ja, onvermijdelijk. Maar ik wil nog zoveel. Ja. Dus ik vind het wel... het is een heel mooi boek. Ik weet niet of je het kent. Het Sprookje van de Dood. Nee. Het is een prachtig boek. Ik ben even... Dus Marie Claire. En dan Huppel de Pups gaat het verfilmen. En het is echt een boek wat ik iedereen aan zou raden. Het leest heel makkelijk. Het neemt ook heel veel angst weg voor de dood. Kijk, doodgaan denk ik, ja, weet je... Dat gebeurt toch. Alleen de manier waarop. Dat weet je niet. Wordt het een lange, langzame pijn? Ik ga liever van de ene bus dan in de andere. Ik ga s'avonds naar bed en dan hoppakee. Weet je wel? Je gaat op reis. Dat je zo moet vechten en moet stoeien en zo. Maar het Sprookje van de Dood is ook een prachtig boek. Wat ik eigenlijk verplichte kost. Ik maak even reclame voor mijn collega-auteur. Voor kinderen op school. Voor jongvolwassenen. Voor ouderen. Het neemt wel heel veel angst bij je weg. Ja. Dus ja, ik denk niet dat ik jouw vraag helemaal perfect kan beantwoorden. Nee, ik was gewoon eens benieuwd. Ik heb bij de dood, weet je, ik heb vorige week nog iemand een uitvaart gehad van een dierbare. En dan zitten we in de ruimte en we gaan naar het kerkhof toe. En wat denk, voel je daar dan? Nou, de ziel is al lang weg. Het is gewoon een lichaam. Een huls. En die man was ook al 8-9 dagen daarvoor overleden. Het duurde heel lang, vond ik. Hij is op woensdag overleden en donderdag erop gingen we naar die begraafplaats hier in Hoofddorp. Ik voel daar niks bij. Ik kan wel eens zien als ik in een kerkdienst zit en iemand is overleden. Heel vaak zo'n lichtstraal. Van vloep. Gaat zo door het raam heen. Weg. Ja. Dus ik vind het wel fascinerend. Maar ik ben meer van het leven dan van de dood. Ja. Het trekt mij ook helemaal niet. Nee. Om mee bezig te zijn. Nee, ik ben twee keer heel ernstig ziek geweest. Dat ik bijna naar de kroeg om ging. Maar niet dat ik een BDE had. Maar ik heb heel veel contact gehad met Pim van Lommel. Mm-hmm. Ken je het boek van hem? Van bewustzijn. Fantastische man. Eindeloos bewustzijn. Eindeloos bewustzijn. Cardioloog ook nog eens. Ja. Hij heeft een stukje in mijn eerste boek geschreven, voorin. Ja. En ik vind het wel fascinerend. Ik zou liegen als ik zeg, maar het doet hem helemaal niks. Dat is een beetje dualisme in mij. Ja. Maar ik kijk er nog lang niet uit. Nee. En mijn vriendin zegt altijd, joh, we hebben allemaal het loodje in onze zak.
We weten niet wanneer het getrokken wordt. Nee, dat is maar goed ook. Maar ik denk ook, ik wil nog zoveel. Ik wil nog meer boeken schrijven. Toch zo graag interviews geven. Zoveel leuke dingen doen. Ja, nou, we gaan zien of het je gegund is. Ja, ik hoop het. Ja, ja. Anders ben ik nu ook al heel dankbaar. Hè? Ja. Want dankbaar is een heel mooie energie. Ja, dat heb ik met je eens. Dankbaarheid vind ik echt prachtig. Als het nu afgelopen is vanavond, denk ik, oké, is oké. Ja. Waar kunnen mensen jou voor benaderen? Jij zit hier in Hoofddorp, ja. Aan huis dus. Ja. Een op één gesprekken doe je nog steeds? Heel graag één op één. Ja. Van groepen ben ik niet zo heel erg gecharmeerd. Ik wilde wel meer naartoe in het lezingencircuit. Ik heb een aantal lezingen al gegeven. Maar één op één vind ik heel fijn. Ja. Ja. En dat kan dus met een intakegesprek. En een intakegesprek is gratis of kost ook? Nee, het kost nu gewoon geld. Ja. Het is gewoon geld. En daarna spreken we dan af. Maar ik ben wel heel speels. We gaan hier niet alleen maar zitten praten. We gaan eens een keer wandelen. We gaan eens een keer echt naartoe. Ik wil het wel heel leuk houden. Ja. Het moet niet heel zwaar zijn. Zoals je bij de dokter in de witte jas komt. Dat is voor mij echt niet. Dus ik doe ook heel veel met kaarten. Met engelenkaarten en met andere dingen. Ik geef opdrachtjes waar we het net over de plus en de minnen hadden. Ik geef altijd schrijfopdrachten mee. Mm-hmm. Want daardoor ga je ook niet op de computer, echt met je pen. Hè? Want dan maak je connectie met je hersenhelften. Dus ik ben altijd wel speels bezig. Of een vision of een moodboard maken of iets. Ik ben van de positieve psychologie. Weet je, iedereen heeft ellende meegemaakt. Jij, ik. Hè? En je kan, natuurlijk is het goed om er een deel van te verwerken. Maar mensen blijven ook heel erg hangen als in een langspeelplaat. Weet je, zo'n groef. Die blijven hangen. Soms denk ik ook, dat was het verleden, Patrick. Is pijnlijk. Kijk er nog één keer naar. Maar ga die kant op. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik al die dingen, dat ik daar overheen stap. Hè? Maar heel veel mensen blijven zo hangen. In wat er allemaal, nu is misbruik weer heel erg in. Ook door Griet op de Beek, hè, die bij de Wereldraad Door geweest is. En de een na de ander komt nu met een misbruikverhaal te proppen. En dat is heel ernstig, hè? Verstaan we heel goed. Maar ja, doe iets om het, ja, als het kan, verwerken of om een plek te geven. Maar ga alsjeblieft die kant op. En ik ben ook, dus ook echt, zeg maar, een positieve coach. Ja. Waar iedereen mag huilen, mag verdrietig zijn, boos zijn. Maar we gaan wel die kant op, want we weten niet hoe lang het leven nog is. Dus we gaan heel veel plussen verzamelen om gewoon een leuk leven van te maken. Waarbij ik weet dat je hypotheek moet betalen. Ik weet dat je struggles met je ouders kan hebben. Ik ben niet zo. Alleen het heeft mij niet heel veel gebracht. Nee. Kijk, als het voor mensen te veel is, ja, weet je, dan is dat te veel. Ik ben wel realist, wel met de poot in de klei. Duidelijk. Wel die kant op. Dank je wel. Dank je ontzettend. Ik vond het super. Ja, vond ik ook. Dank je. Dank je wel.